Hooymeyer heeft iets nieuws. Een revolutionaire verpakking. Dus dat moet gepromoot worden. Want de verkoop is snel gegroeid. Daarom zijn er in Zwitserland machines gekocht om de inpakafdeling te automatiseren. De kwetsbare beschuit wordt niet meer verpakt in een zak, maar omwikkeld met een soort golfpapier. En daaromheen nog eens een papieren verpakking. Precies de manier van verpakken zoals het ook nu nog gebeurt. De verpakking is daardoor mooier en de beschuit is beschermd tegen breuk en dat is iets dat de consumenten moeten weten. Daarom krijgen alle auto's van de vertegenwoordigers een reclamebord op de auto. Zo kunnen zowel de winkeliers als het publiek met deze interessante ontwikkeling kennis maken. En bovendien gaat er in de bioscopen hierover een reclamefilm draaien. Het grote aantal vertegenwoordigers was nodig omdat er in 1951 nog geen supermarkten en grote filiaalbedrijven bestonden. Er moesten dus heel veel kleine buurtwinkeltjes bezocht worden. Als publiciteitsstunt vertrekt de stoet naar Rotterdam en het toenmalige noodwinkelcentrum aan de Rogussenstraat. Daar zien we het ook nu nog bekende restaurant Old Dutch en een garage van Autoklein.